Dan wil ik graag mijn volgende gast aan tafel vragen. Chidam Yüksel. Zij won in februari de zilveren camera. Ze is fotograaf, autodidact, mag ik wel zeggen. Je hebt een opleiding communicatie en een master schrijvende journalistiek gedaan. Ik geef haar een heel warm applaus. Chidam, ik ben heel erg blij dat je hier bent. Ik ook. Welkom. Ik wil even met je kijken naar de foto waarmee je de zilveren camera hebt gewonnen. De fotoserie. Zeker de hele fotoserie. Maar ik wilde even naar de eerste foto kijken. En je eigenlijk vragen, wat zien we hier? En kun je iets meer vertellen over het project wat je hebt gedaan? Ja, dit is Hussein. En Hussein werkt in een staalfabriek in Turkije, in Gaziantep, in het zuidoosten van Turkije, vlakbij de grens met Syrië. En Gaziantep is een Turkse stad waar ongeveer 500.000 Syrische vluchtelingen wonen. En sinds de komst van die vluchtelingen is de dynamiek van die hele stad eigenlijk veranderd. Mm-hmm. De mensen uit de kampen vertrekken eigenlijk naar de stad het land in, omdat ze willen deelnemen aan de maatschappij. En Gaziantep, omdat het zo dicht bij Syrië ligt... Mm-hmm. Volgens mij is het 2 uur met de auto, dan ben je in Aleppo. Ja. Zijn daar heel veel Syriërs. En om te overleven zijn er heel veel kinderen die daar helaas moeten werken. Niet alle Syrische kinderen kunnen daar naar school. Aan de ene kant omdat dat niet gefaciliteerd kan worden. Er is een tekort aan Syrische leraren. En aan de andere kant, ouders hebben hun kinderen nodig... om in te zetten, om geld te verdienen, zodat ze de huur kunnen betalen. Mm-hmm. Dus ik heb een fotoserie gemaakt over Syrische kinderen... die in textielfabrieken, schoenenfabrieken, staalfabrieken aan het werk zijn. Mm-hmm. En was het een opdracht of was het je eigen idee? Nou ja, ik ging daar naartoe om een verhaal te maken voor de Volkskrant... Mm-hmm. Met 2 Volkskrant-journalisten. En wij zouden daar een verhaal maken over hoe 500.000 Syriërs overleven in Gaziantep. Mm-hmm. En daar zouden we alle lagen van... de economische ladder, laat ik het maar zo zeggen, laten zien. Mm-hmm. En toen ik daar was, had ik al het idee om kinderen op te sporen. Mm-hmm. Omdat ik in een eerdere reis werkende Syrische kinderen had gezien. Weliswaar in Izmir, een andere Turkse stad. Mm-hmm. Maar ik dacht, de volgende keer dat ik naar Turkije ga, ga ik op zoek naar die kinderen. Mm-hmm. En kijken of ik daar een fotoserie van kan maken. Dat was mijn eigen idee. Ik heb dat voorgelegd aan mijn chef bij de Volkskrant. Mm. En die zeiden, nou ja, als je dat daar tegenkomt, vooral maken. Mm. Maar je zegt, ik ging op zoek naar die kinderen. Hoe doe je dat? Hoe kom je daar binnen? En hoe, daar ben ik heel benieuwd naar. Ja. Het klinkt heel makkelijk, maar volgens mij is het niet... Nee, ja, het is met heel veel mensen spreken. Omdat ik was daar met... Eerst was ik daar met 1 collega van de Volkskrant, Sakir Kader. Hij spreekt Arabisch, ik spreek Turks. Dus wij konden heel erg makkelijk in contact komen met de Syriërs die daar wonen. Mm-hmm. Inmiddels spreken een heleboel Syriërs ook Turks. Dus wij konden heel makkelijk blenden. En aan alle Syriërs die we tegenkwamen hebben we eigenlijk gevraagd van... Nou ja, we zijn op zoek naar kinderen die werken, ken je ze? Mm-hmm. En eigenlijk hoorden we van iedereen hetzelfde. Van ja, heel veel kinderen. Als je naar dat industriële district van Gaziantep toe gaat... dan zie je om 7 uur 's ochtends massa's kinderen naar die fabrieken stromen. En ja, ik keek mijn collega aan, wij keken elkaar aan... en we dachten, nou, daar moeten we naartoe. Mm-hmm. En hoe voel je als je daar rondloopt? Want ik kijk naar die foto's en het snijdt echt in mijn ziel. Ja. Hoe is dat voor jou om daar... Ik bedoel, ik moet ook heel erg denken, je maakt foto's van ze. Je bouwt een band met ze op. Want ik denk niet dat je zo'n foto kan maken binnen 2 minuten. Dat zal je verbazen. Oké, ja? Want... Ja, toen wij erachter kwamen dus dat we in een bepaald district moesten zijn in Gaziantep, zijn wij gewoon aan gaan kloppen en geprobeerd om de fabriekseigenaren te spreken. Ja. Mm-hmm. En vaak zijn dat Syrische eigenaren. Syrische eigenaren die zelf een fabriek in Aleppo hadden, noodgedwongen moesten vluchten en daar dus hun beroep weer proberen op te pakken.
Dus het zijn echt Turkse fabrieken van Turkse eigenaren, niet zozeer van... Van Syrische eigenaren, ja. Niet zozeer van Turkse... Nee, dus vaak nemen zij hun oude medewerkers uit Aleppo weer in dienst. Hm. En die vaders, vaak zijn het mannen die daar werken, die nemen dan hun kind mee met de vraag van... mag mijn kind hier ook werken, want ik kan de huur niet betalen anders. Hm. Wat we hebben gedaan is uitleggen dat wij die kinderen willen spreken, dat we willen laten zien... wat de situatie hier is en dat het ook heel erg overleven is. En dat het ons niet zozeer gaat om goed en kwaad, zwart, wit, jullie doen het slecht, maar de situatie laten zien. En dat begrepen zij. Dus een kopje thee drinken en dan kwamen we weer terug, gingen weer een kopje thee drinken met de fabriekseigenaar. En uiteindelijk mochten we dan met een medewerker die daar werkte een rondje over de vloer doen. En dat gaat heel snel. Dus ik kom daar en ik zie daar een enorme fabriekshal. En daar zie je kindjes achter een nijmachine. Of je ziet ze schoenzolen lijmen. Nou ja, dan ga je naar ze toe. En dan leg je uit wat je aan het doen bent. Wie je bent. En hoe lang ze en daar werken. En binnen 2 minuten is zo'n foto gemaakt. Eigenlijk wel, ja. Ik vind het ongelooflijk wat je kan lezen in de gezichten. Ik vind het heel knap hoe je dat... kan vastleggen hoe je dat... Ja, maar een foto is ook slechts een momentopname. En het is de kunst om dat moment vast te kunnen pakken. En wat daar toen gebeurde tussen ons is... wij zijn vreemden voor hun, maar we willen weten wie ze zijn en wat ze daar doen. Mm-hmm. En dan vraag ik na een paar minuten van... nou ja, ik heb hier een lampje bij me, want ik had een lampje bij me. Daar moet je niet in kijken, want die is heel fel. Mm-hmm. En kijk vooral in de camera en naar mij. En dat is dat ene verstilde moment. Mm-hmm. En denk je dat iedereen die foto had kunnen maken, dat ik hem ook had kunnen maken? Of helpt het dat jij, dat ze misschien iets in je herkennen, dat je hun taal spreekt voor een deel, of je collega? Denk je dat het uitmaakt? Ja, wij waren de enige journalisten die daar binnenkwamen. We hebben later... mijn collega had ook video, heeft ook videoopnames gemaakt en dat hebben we verkocht aan de BBC en andere internationale media, omdat zij daar niet binnenkwamen. Of je moet het opnemen met een geheime camera, maar het helpt heel erg als je de taal spreekt, de cultuur begrijpt en ja, dat helpt heel erg. Ja, dat ze je op een of andere manier met je kunnen identificeren. En met deze serie won je dus de belangrijkste fotografieprijs van Nederland, de Zilveren Camera, in februari. Je wist al dat je genomineerd was, maar wat ging er door je heen op het moment dat je daar stond? Wat voelde je? Ik weet het echt niet meer. Je mag echt, het uitbeelden. Het was zo onverwacht dat ik... Ik zweefde, denk ik. Ik weet het niet. Ik voelde mijn voeten niet meer. Ik wist niet meer wat ik zei. Allemaal mensen die op me afkwamen, feliciteren. En totaal onverwachts. En je ouders, hoe reageerden die? Hadden die dit ook totaal onverwachts. Ik weet nog dat ik 2 dagen daarvoor was ik bij mijn ouders. En toen maakten we een soort kansberekening van... ja, mijn fotoserie kan dan eerste worden in de categorie. Maar de Zilveren Camera, nee joh. En nu dan, is het, nu dan is het zover. Een... Ja. Nu is het zover. Ik ben wel, ik zie in al je werk, ik heb je eigenlijk leren kennen als fotograaf door Adelheid Rozen en het project Niet meer zonder jou, waar je de prachtige foto's van Nazmiye en haar moeder maakte en een hele serie andere foto's rondom het thema Niet meer zonder jou. In al je werk zie ik heel sterk het maatschappelijke engagement terug. Wat drijft je ertoe om dit soort thema's op te zoeken en te fotograferen? Wil je iets bereiken met de beelden die je maakt? Ja. Wat mij drijft als fotograaf is... ik hou het heel erg dicht bij mezelf en wat ik daarbij voel. Dus als ik het gevoel heb van... dit doet iets met mij of dit moet ik laten zien... dan weet ik dat mijn leidraad is en dat ik daar iets mee moet doen. Mm-hmm. En dat zijn thema's als migratie, vluchten, conflict, daar waar het wringt. Mm-hmm. Dat zijn allemaal thema's waar ik mee bezig ben en waar ik iets bij voel.
Dat is een soort persoonlijke interesse of compassie of het gaat mij aan. Want wat ik heel mooi vind aan je foto's is dat je enerzijds heel erg het individu centraal stelt en ook de kwetsbaarheid en het hele kleine verhaal. Maar in al die foto's zie ik enorme thema's, namelijk de migratiecrisis, vluchtelingen, kinderarbeid in dit soort fabrieken. Thema's als integratie en acceptatie. Dat vind ik heel interessant om te zien, dat je continu ook een soort van daar een balans tussen zoekt. Ja. Je bedoelt al mijn foto's. Ja, als je ook naar kijkt naar Niet meer zonder jou. Maar ook de foto's die je voor IQMF, de poster, die staat nog heel erg bij. Het gaat natuurlijk om het individu. En je komt meestal als individu. Je bent onderdeel van een. Als je wordt geboren, ben je onderdeel van je familie, van je omgeving, van de maatschappij en uiteindelijk de wereld. En al je bent. Zo verstrengeld in verwachtingen en regels, normen, waarden, dat je als individu heel vaak in conflict komt met waar je aan zou moeten voldoen of wat je zou moeten doen en wat er van je wordt verwacht. Dus het is altijd een constante frictie tussen wie ben ik en wat wil de wereld om mij heen. En dat is denk ik wat je... Ja, dat gaat automatisch, denk ik. Dat is de focus, het individu. En wat wil je bereiken met deze foto's? Wat hoop je dat er gebeurt als mensen dit zien? Ik hoop dat mensen zelf, dat en het verhaal wordt verteld. Dat, kijk, want als je iets niet ziet, dan kan je heel makkelijk zeggen, ja, maar het is er niet. Dan bestaat het eigenlijk niet. Maar zodra je het laat zien... Kan je er niet omheen, kan je het niet ontkennen. Maar je hebt een master schrijvende journalistiek gedaan, toch? Dus je bent eigenlijk getraind om juist dit soort dingen aan de kaart te stellen door het schrift. Wat heeft er bij jou voor gezorgd dat je uiteindelijk toch foto's bent gaan maken? Wat is eigenlijk de kracht van het beeld over de taal? Nou ja, toen ik bezig was met mijn master, dat was inderdaad schrijvende journalistiek. Maar ik vond schrijven niet meer zo leuk. En ik had ook niet het gevoel dat ik daar echt heel erg getalenteerd in was. Maar ik ben verliefd op het journalistieke vak. Dus ik dacht, hoe kan ik op een andere manier journalistiek bedrijven? Ja. En dat is fotografie. Eigenlijk heb je een andere vorm gevonden om hetzelfde engagement en hetzelfde activisme tot uiting te brengen. Ja. Ik wil even kijken of er vragen zijn uit de zaal. Dan beschreven ik het in de microfoon. Zijn die mensen die je fotografeert bewust van de impact en die het kan hebben? Er zit ook een politiek element aan. Hè? Ik bedoel, als je ze hier in de krant zet, dan doet dat hier wat. Tenminste, dat hoop jij. Zijn die mensen die daar bewust van als je die foto maakt? Ja, kijk, als ik die serie aan het maken ben, weet ik zelf ook niet wat de impact is. En dat weet je nooit als journalist. Als je hem brengt wel. Als ik hem breng, dan weet ik achteraf wat de impact kan zijn, ja. En daar zijn wij heel duidelijk over. Ik bedoel, toen ik die kinderen sprak, zij wisten dat wij voor een Nederlandse krant werkten. Mm-hmm. Zij weten dat wij dit verhaal willen laten zien, dat wij dit verhaal naar buiten willen brengen. Mm-hmm. En daar hebben ze allemaal mee ingestemd. Maar voel je heel even tussendoor, voel je ook een zekere verantwoordelijkheid voor deze kinderen? Want dit is jouw werk, jij maakt deze foto's, je gaat weer terug naar Nederland, je verdient misschien geld met de foto's die je maakt. Voel je een bepaalde verantwoordelijkheid ook om contact te blijven houden met de kinderen daar? Ja, zeker ook. Hoe gaat dat in zijn werk? Ook. Ja, ik heb nog wel contact met een aantal kinderen en ik wil heel graag terug trouwens om de foto's te laten zien. En om de fotoserie uit te breiden, maar ook om te kijken hoe het met ze gaat. Misschien ook op bezoek gaan bij familie. Mm-hmm. Alleen nu de spanningen met Turkije en Nederland nogal aan het oplopen is, is het lastig om een persvisum te krijgen. Yeah. En ook omdat Gaziantep nu een militaire zone is, spanningen langs bij de grens, is het lastig om terug te gaan. Maar ik wil ze zeker weer opzoeken. En voelt u natuurlijk deels wel verantwoordelijk, maar ik moet mijn rol als journalist en als iemand die verhalen vertelt niet uit het oog verliezen. Ik kan niemand redden. Het enige wat ik kan doen is doen waar ik goed in ben en hopen dat dat het effect heeft wat ik zou willen. Mm-hmm. En dat het ze ten goede zal komen. Mm-hmm. Lig je er wel eens wakker van 's nachts? Nou, ik had het in het begin heel erg. In het begin had ik wel, toen ik voor het eerst vluchtelingenverhalen ging coveren. Dat is wel lastig. Dat is wel moeilijk.
Maar uiteindelijk kan je dat ook een bepaalde afstand bewaren misschien, ja. Om te kunnen blijven. Ja. Ja, er moet een soort knop om. Mm-hmm. Ik zie nog een vraag. Nadat jouw foto's zijn verschijnen, wat heeft dat teweeg gebracht? Niet in Turkije zelf, maar meer in Nederland of daarbuiten? Reacties heb je gekregen? Ik heb hele verschillende reacties gekregen. Ik heb aan de ene kant vonden mensen de foto's ontzettend ontroerend, heftig, indringend. En wierp het een andere blik op opvang in de regio waar we het zo vaak over hebben. En aan de andere kant heb ik vanuit de Turkse hoek ook wel kritiek gekregen van ja, maar waarom laat je nou een slechte kant van Turkije zien? Of waarom zet je ons in een slecht daglicht? Terwijl dat is absoluut niet mijn opzet en daar hoef ik ook totaal geen rekening mee te houden als journalist. Maar dat heb ik dus ook gehoord. Nee, niet dat ik weet. Mm-hmm. Nee. Mm-hmm. Ik wilde je vragen, wat maakt voor jou een foto tot een geslaagde foto? Wat zijn de essentiële onderdelen? Wanneer weet je of een foto goed gelukt is? Dat is best wel lastig, omdat het... Daarom stel ik hem ook. Ja, ik denk dat als een foto iets met je doet, een gevoel losmaakt... en je blijft er naar kijken en je ziet dat wat het losmaakt ook in de foto, dan is het gelukt. Mm-hmm. Want ik zie in je foto's heel veel emotie. En ik denk zelf dat dat misschien een belangrijk onderdeel daarvan is. Zijn er nog mensen met een prangende vraag voor Chidam? Bram, tot slot wil ik nog heel even bij jou terugkomen. Hoe kijk jij naar deze serie, aangezien met je achtergrond als migratiegezant? En dan gaan we het daarna door naar de derde ronde. Ik denk dat wat die serie zo indringend maakt, maar volgens mij zei je dat in het begin zelf ook al, is dat het juist een combinatie is van hele persoonlijke emotie die staat voor een veel groter maatschappelijk probleem. Mm-hmm. Dus het is juist die combinatie die bij mij heel veel losmaakt. Mm-hmm. Dus je kijkt letterlijk die kinderen in de ogen. Het valt me ook bij al die foto's op dat die ogen, ik weet niet of je daar nog iets over kunt zeggen, maar heel erg uitspringen. Dus je kijkt letterlijk die kinderen in de ogen, maar je ziet daardoor een heel groot maatschappelijk probleem, wat natuurlijk, en we gaan het nu niet wat verder politiek duiden, maar waar natuurlijk voor mensen die allemaal heel makkelijk... Nee, maar goed, ik wil niet altijd meteen politiek erbij houden, maar mensen die inderdaad praten over... maar de opvang moet in de regio plaatsvinden en zo. Mm. Ja, dit is die realiteit. En dit is de realiteit. Ik ben zo bijvoorbeeld in Libanon geweest, daar heersen rond kinderen middeleeuwse toestanden. Hè? Kinderen, daar wonen dus gezinnen en groepen, families met 100 mensen op het land van een boer. Moeten dan 100 euro per maand betalen omdat ze daar hun tent op dat land hebben gezet. Dat geld hebben ze niet. En die kinderen moeten werken. Die vrouwen moeten vaak seksuele gunsten verlenen aan die mannen. En het is... Weet je, je gelooft bijna niet dat dat de realiteit is van opvang in de regio. En dat vind ik het fantastisch aan deze serie, dat je daar mee geconfronteerd wordt. Ja, wat het confronterende ook maakt, is dat ze de camera inkijken. En dat is een bewuste keuze van mij geweest. Want ik had ze ook kunnen fotograferen terwijl ze aan het werk zijn en totaal geen contact maken. Ja. Maar juist dat in de camera kijken en dat ze jou aankijken, is een enorm confronterend effect. Mm-hmm. Ja, dat werkt heel goed. Chidam, laatste vraag voor jou. Wat is je volgende project? Ik ben nog bezig met ideeën uitwerken. Ik heb straks een gesprek met Adelheid. En dat wordt een project over de intimiteit weer kunnen opzoeken met iemand bij wie die intimiteit is weggegaan. En dat zijn dan mensen met Alzheimer en hun ouders. Mm. Ouders en kinderen van mensen met Alzheimer. Maar daarnaast ben ik ook bezig met een projectplan over settlements in Israël-Palestina en over 50 jaar bezetting. Mm.
Maar dat hou ik nog allemaal even voor me. Oké, plannen in de maak. Ja. Oké, ik wil het publiek heel hartelijk danken. Maar ik wil ook graag Bram van Ooyek en Chinam Yüksel heel erg bedanken om hier vandaag aanwezig te zijn. Ik hoop dat jullie allemaal met ons meegaan naar de bar. En dat we daar nog een drankje drinken met z'n allen. Zodat jullie ook Bram en Chinam nog eventueel vragen kunnen stellen. Dankjewel. Thank you.